Naast mij zit mevrouw Gabby Roelofs. Mijn naam is Mike Brandjes. Wij zijn twee bewoners uit de K-buurt. Maar believe me, achter ons staat de hele K-buurt. Wij zitten hier maar met z'n tweeën. De reden dat wij hier zitten is omdat u straks het rapport Brenningmeijer gaat behandelen. En nog belangrijker, over twee weken gaat u behandelen de bebouwingsplanning voor het blok K-midden in de K-buurt. Dat is recht voor het buurtcentrum Bontekraai, waar nu een plein is. Zoals u weet wil de buurt dat plein behouden. De reden dat wij hier zitten is om u te behoeden voor een enorme uitgeleider en ons voor heel veel onrust. Want de buurt heeft onrust. Dat haalbaarheidsonderzoek, wat u over twee weken te behandelen krijgt, ik kan u vertellen, het rammelt aan alle kanten. Het kijkt namelijk of woningen verkocht zouden kunnen worden. Het kijkt namelijk of het woningnood zal opheffen. Ik kan u verzekeren, als u een dergelijk onderzoek doet voor het Vondelpark, dan heft dat ook woningnood op en dan zullen die woningen ook verkocht worden. Maar dat betekent niet dat je het Vondelpark gaat volbouwen. Wat er niet gebeurt, is dat er wordt gekeken naar de context van de buurt. Wat heeft de buurt nodig? En de grote keuze waar u voor staat, en daarom doen wij dit twee weken van tevoren, is de keuze, is de K-buurt alleen een voorraad woningen? Of is het een stadsdorp, een city village? En ik kan u verzekeren, de bewoners willen dat laatste. Wij willen samen leven. Wij willen samen vieren. Wij willen samen kunnen komen op een ontmoetingsplek. In 2004 is er al een maaiveldontwerp geweest waarin plein werd genoemd. Helaas is de metro te ver naar de Karspeldreef geplaatst, waardoor het plein in tweeën is gesplitst. Ambtenaren hebben toen bedacht dat dat tussen de metro en Chameleon een gezellig plein zou worden. Ik kan u verzekeren, het is niet gezellig en het zal ook nooit gezellig worden. We hebben met stedenbouwkundig experts daar rondgelopen die zeggen, dit zal nooit gezellig worden, want de zon komt er niet, de grootheden zijn niet goed. De enige plek die kan dienen als ontmoetingsplek is de oostkant van de metro voor het buurtcentrum Bontekraai. Als dat wordt volgebouwd, is die kans voor altijd weg. U zult misschien zeggen, ja, maar de grondinkomsten dan? Ik kan u verzekeren dat de opportunity cost nog veel hoger is. De waardedaling van de gebouwen eromheen. Dat wat u moet investeren in de veiligheid van de buurt. Het hele centrum van de K-buurt is dan weg. De commissie Brenningmeijer heeft aangegeven dat het moeilijk is voor de burger om ergens tussen te komen. Wij doen een beroep op u om dit nu wel te laten gebeuren. U zult ongetwijfeld meer van dit horen in de komende twee weken. Maar weet dat er een actiegroep is geformeerd, Hart voor de K-buurt. Wij zitten hier namens de actiegroep, die is meer dan wij zijn. Maar het is belangrijk dat er een aantal zaken worden besloten en niet de zaken die als voorstel staan in het haalbaarheidsonderzoek. Op de achterkant van het document wat is uitgedeeld, kunt u zien wat wij van u vragen. Dank u wel, meneer voorzitter. Dat heeft u keurig gedaan. Dank u wel, meneer Brandjes. Ik ga even kijken of er vragen zijn. Ja, ik begin bij mevrouw De Boer. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel ook voor het inspreken. En kort maar bondig, kan ik wel zeggen. Hebben jullie ook nagedacht... Ik moet u zeggen, hoor, ik voel ontzettend met u mee. Ik kan me er eigenlijk niet zoveel bij voorstellen als daar woningen komen. Maar heeft u nagedacht over mogelijke alternatieven? Er is een soort buurt... Vibe bijeenkomst geweest over garage campering. Ik weet dat dat ook net aan de orde is gekomen. De buurt heeft bijvoorbeeld gezegd, wij zouden het niet erg vinden als daar in plaats daarvan woningen zouden komen. Dat zijn zo van die dingen die geopperd zijn. Daarnaast is er natuurlijk nog de garage bij Kouwenoord. En er zijn ongetwijfeld andere plekken. Maar het vreemde is dat het unieke van dit plein is dat er vervoerstromen bij elkaar komen. Zeker als straks die hoofdfietspaden daar ook bij elkaar komen. En het is de enige plek die kan dienen voor deze functie. Er is geen andere plek. Voor woningen zijn er vast andere plekken. Maar dit is de enige plek die kan dienen voor zo'n buurtcentrumfunctie. Even kijken of er nog meer vragen zijn. Ja, mevrouw Martin. Even een heel praktisch punt, want u geeft een heel krachtig pleidooi. U geeft ons een boekwerkje mee met informatie waar we over twee weken over kunnen discussiëren. Alvast wat input. Mochten we nou naar aanleiding daarvan nog vragen hebben... Kunnen we die dan stellen aan het e-mailadres wat ook op het boekje staat? Of is het handig om direct met u in contact te treden? Ik denk dat het beste is om dat naar het e-mail te sturen. Maar dat komt ook bij mij terecht. En bij Gabby en bij anderen. Maar dat is het meest handig. Ik denk dat na het lezen hiervan alle informatie we nog wel wat meer willen weten.
Dank u wel. Ja. Eerst meneer Lewin, dan meneer Passan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik meen dat wij een tijdje geleden een A4'tje hebben gehad met allerlei bouwlocaties voor de toekomst. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb even gekeken op de kaart om te kijken of de K-buurt erop ook voorkwam. En volgens mij staat hij er ook op. Maar mijn vraag aan u is, hebt u al contact gehad met het stadsdeel of de gemeente over de stand van zaken met betrekking tot de bouwplannen? We hebben contact gehad op ambtelijk niveau hierover. De ambtenaren hebben ons gezegd dat deze plannen vaststaan en niet gewijzigd kunnen worden. Wij hebben gezegd, wij willen graag een plein. Zij zeggen, een stukje openbare ruimte is voor jullie genoeg. Dan moet u denken, meneer Brandjes, aan bijvoorbeeld een gang naar het buurthuis. Ja, dank voor uw bijdrage. Een helder betoog. Ik heb toevallig ook de artsen van het gezondheidscentrum gesproken. En die gaan ervan uit dat het een onomkeerbare zaak is. U pleit voor meer inzicht, misschien wel meer prudentie om te gaan met wat u zegt. Wat de burgers willen die daar wonen en die daar hebben geïnvesteerd en daar een blijvende rol in willen spelen. Ik kreeg van de arts te horen dat om dat te keren, zal er wel heel veel water door Rijn moeten gaan. Heeft u enig idee hoe ver u wilt gaan om dat te keren? Ik spreek niet alleen voor mezelf, maar iedereen die je vraagt in de K-buurt, ze weten het niet, ze kunnen het zichzelf niet eens voorstellen dat het gaat gebeuren. Maar zodra je het vertelt, staan ze op hun achterste benen. Dit gaat echt een issue worden. Zijn er nog vragen? Meneer Olsen. Ja, even voor mijn goede begrip. Als ik het goed begrijp, ambieert de buurt en uw medestanders eigenlijk een vergelijkbare functie voor dat gedeelte van het plein. Zoals ook, en ik kijk even naar mijn eigen reflectie op Zuidoost, naar een plein zoals bij de Holendrechtplein, waar afgelopen keer een hele mooie braderie werd georganiseerd. En dat is op dit moment nog niet in de K-buurt voorhandig. Nee. Oké, duidelijk. Het plein tussen Chameleon en Metro wordt daarvoor geprobeerd te gebruiken, maar het doet het niet. Je gaat op dit moment niet naar de Chameleon omdat het kan, maar alleen omdat het moet. En dan ga je daar zo snel mogelijk weer weg. En het zal het ook nooit die functie kunnen hebben vanwege de bezonning en al die andere dingen. En overigens, een hele bezonningsstudie mist in alle stukken. Die zou er zeker in moeten staan, maar dat laat ik even daar. Meneer Metros, daarna meneer Itzinga. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor uw inspreken. Toch nog even een vraag, want u zegt dat u contact heeft gehad met ambtenaren of er eventueel gaat worden gebouwd op die plek. En er wordt eigenlijk gezegd zoiets van, ja, daar gaat worden gebouwd. Nou weet ik, dat is natuurlijk een behoorlijk groot plein. En u pleit eigenlijk voor dat er helemaal niet gebouwd wordt. Kunt u zich ook voorstellen dat er misschien op bepaalde plekken gedeeltelijk wordt gebouwd? Of dat je zeg maar de nieuwe gebouwen, of in ieder geval de plannen die ervoor zijn, dat je die integreert met een goed alternatief voor ook een pleinfunctie of een buurtfunctie. Kunt u zich dat voorstellen? Dat is mogelijk. Het belangrijkste blijft uit te gaan van wat de buurt nodig heeft als functie voor het plein, zowel voor evenementen als voor elkaar ontmoeten, al die zaken, en daar de bouwplannen op afstemmen. En niet eerst de bouwplannen en dan pas nog eens kijken wat er verder gebeurt. Dat is wat de buurt niet kan slikken. Ja, dank u, voorzitter, en dank voor de heldere toelichting. Ik hoorde u zeggen van er is op ambtelijk niveau overleg geweest en daar is heel duidelijk gesteld dat het traject, het proces onomkeerbaar is. Dan lijkt mij het goed, juist in een ontwikkeling dat we zoeken, en u verwees al naar de commissie Brenninkmeijer, dat wij in goed overleg tussen bestuur, ambtenaren en actieve bewoners ook duidelijk aangeven waarom het in dit geval een onomkeerbaar proces is. Dat gebeurd? Er zijn argumenten genoemd waarom. Zodat u ook wellicht zou kunnen meedenken waarom er wellicht te laat is gereageerd of dat er geen andere oplossing is. Want dat zou ik in dit tijdsbestek wel erg belangrijk vinden, dat niet alleen maar met een reactie van onomkeerbaar. Dus het spijt me voor u.
Voor de goede orde, ik begrijp dat het niet onomkeerbaar is, want er moeten nog besluiten worden genomen. Alleen in de mindset van de ambtenaren is het al onomkeerbaar. Dus er is nog wel degelijk een proces wat eerst VU gaat, dan via de centrale stad. Dus er is nog wel degelijk een proces. Dus dat is ook de reden dat wij hier zitten. De reden dat ambtenaren zeggen, het staat vast, is omdat zij geen functies zien voor het plein. Zij zien niet de evenementen, et cetera, die wij bedenken. Dat zij niet zien wat er met die metro, wat een geweldig object is, eigenlijk gedaan kan worden. En zij zien dat als een negatief iets en daar komt toch niks. Dat is eigenlijk de reden. Mevrouw Peters. Refereert u nou aan het plan koers 2025? Ik refereer aan het haalbaarheidsonderzoek bouw van EF, midden wat over 2 weken in uw behandeling staat. En waar eigenlijk wordt gesuggereerd om vervolgens eerst een stedenbouwkundig plan te maken. Het is dat stedenbouwkundig plan waar wij andere uitgangspunten voor zoeken. En dat is niet gerelateerd aan het ambitieuze bouwplan van college van BMW koers 2025, wat ook in de gemeenteraad nog besproken moet worden. Klopt, het zal daaraan gerelateerd zijn in termen van aantallen, dus het zal vast ergens gecompenseerd moeten worden. Ik vraag dat, mag uw lampje even uit? Ik vraag dat omdat dat proces van besluitvorming nog niet afgerond is. En dus ik neem aan dat u... Heeft u daarover contact met iemand in de gemeenteraad bijvoorbeeld? Nee, daar hebben we geen contact over, maar als u dat kunt beïnvloeden, dan heel graag. Dat wil ik proberen via onze GroenLinks-fractie in de gemeenteraad. Dank u wel. Er komt, u heeft gelijk, hè? Binnenkort komt dat bestemmingsplan EGK-beurt, waarin dit dus ook voorkomt, in de beeldvormende vergadering. En die gaat op locatie plaatsvinden. Ik weet even nu niet zo uit mijn hoofd, maar ik dacht in No Limit. Wij zullen u daarvan zeker op de hoogte houden, dus dan verwacht ik in ieder geval veel mensen. Als ik links en rechts geen signalen meer krijg, ga ik meneer Brandjes en mevrouw Roelofs bedanken voor het inspreken. En dat u zo keurig aan de regels in de tijd houdt. Dank u wel.